Langs de vaart, Epelix-Muiden bevindt zich ter hoogte van Steenstraten en Zuidschoten het monument van de gebroeders van Randonk. De gebroeders van Randonk waren Edward, geboren in 1895, en Frans, die 2 jaar jonger is dan Edward. Ze waren de zonen van Jozef en Sophia, die een brouwerij bezaten. En ze hadden nog 2 andere zusters, Marie en Esther. Beide broeders liepen naar school te Temse en later in Herasbergen. Daarna werkte Edward bij zijn vader en Frans studeerde voort in Leuven. Tijdens in hun vrije tijd waren ze lid van het toneelkring Temse Vooruit, studiekring Onder Ons en van de voetbalclub Temsica. De broeders boden vrijwillig aan het Belgisch leger. Tijdens de oorlog aan het IJsse front werden de broeders van Randonk steeds samen. In dezelfde compagnie van het 23e, later van het 24e Linie-regiment. Hun eerste vuurdoop onderhingen zij in de nacht van 25 april 1915 in het vak van Boezingen, waar de vijand voor het eerste maal met stikgassen aanviel. En waar zij al de gruwelijkheid van de mensslachtingen ondergingen. Edward en Frans sneuvelden in de nacht van 25 op 26 maart 1917 na een nachtaanval op het stamkot te Steenstraten, waar voor hun op die plek een monument werd opgericht. Het monument is opgetrokken met betonblokken van het stamkot. Het monument staat ook bekend voor het broederliefde. De broeders liggen begraven in de crypte van de IJzertoren in Diksmuiden.